Goedemorgen, jullie man. Leuk dat u een keer meegaat met de KNRM. De KNRM heeft 45 reddingsstations en ongeveer 1300 bemanningsleden. Dat zijn bijna allemaal vrijwilligers. Ze zijn goed getraind en beschikken over professionele kleding en apparatuur die hun veiligheid vergroten. Ook de boten zijn natuurlijk professioneel. We hebben ongeveer 70 in verschillende soorten en maten. Ze kunnen allemaal hard varen. Sommige tot wel 65 km per uur en ze zijn allemaal goed uitgerust voor het redden van mensen in nood op het water. Ze worden daarbij ondersteund op het strand door kusthulpverleningsvoertuigen. U bent van harte welkom aan boord en we leggen graag even uit hoe wij samen zorg dragen voor uw veiligheid. De schipper is de baas aan boord. Hij bepaalt ook of en wie er mee mogen varen. Kinderen mogen mee, maar onder de 16 niet zonder begeleiding. En of echt kleine kinderen mee mogen is ook afhankelijk van het type boot en het weer. En ook hier geldt, de schipper bepaalt. Er zijn altijd bemanningsleden die letten op uw veiligheid. Luister goed naar wat ze zeggen. Iedereen draagt een reddingsvest. Deze krijgt u van de KNRM. Hoge hakken zijn natuurlijk niet handig aan boord. Slippers of blote voeten ook niet. Wees erop voorbereid dat u nat kunt worden. U heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid over uw veiligheid. Ga bij uzelf na of u het fysiek aan kunt. Dat ligt ook aan het weer. Wees voorzichtig met uw spullen. De KNRM is niet aansprakelijk als u iets verliest of als er iets kapot gaat. En we waarschuwen nog maar even, onze boot hebben geen wc. Dus indien nodig, ga vooraf naar die in het boothuis. We gaan zo varen met een boot van de Valentijnklasse. Schipper Jasper Zweet van KNRM reddingsstation Hinderlopen legt uit waar we op moeten letten. Hou je goed vast, zorg dat je altijd vaststaat met één hand. En dan wordt het waarschijnlijk een mooie middag. Nou, als je aan boord komt, dan word je geholpen door een bemanningslid. Wordt een hand aangepakt en zodra je in het gangboot staat, kun je naar achteren lopen. Daar een plaats uitzoeken en de bemanning zal vertellen waar je vast kunt houden en hoe je kunt gaan staan. En eigenlijk is dat altijd één hand voor jezelf, één hand voor de boot. Er mag niet gestaan worden aan de zijkant. Daar is gewoon heel slecht zicht. Mensen achterop, zowel voorop, die kunnen je niet zien. Achterop mag er wel gestaan worden. Voorop, in enkele gevallen. Het heeft met weer te maken. Als het weer heel slecht is, dan is het gewoon niet veilig voorop. En dan kan er niet gestaan worden. De schipper heeft de leiding aan boord. De bemanning geeft ook aanwijzingen. Het gaat om veiligheid. Dus die aanwijzingen moeten opgevolgd worden. Anders kunnen mensen helaas niet meevaren. Ja, fotograferen mag in principe wel. Er moet wel altijd gelet worden op goed vasthouden. En dan kan het zijn dat het niet mogelijk is om te fotograferen. Dat het gewoon te gevaarlijk is. En het is ook altijd voor eigen risico qua apparatuur. Nou, als we terugkomen, altijd even wachten op een seintje van bemanning, dat het veilig is. En dan word je geholpen door een bemanningslid naar de wal. We gaan zo varen met een boot van het type Atlantic. Schipper Johannes de Vlucht van KNRM reddingsstation Hinderlopen legt uit waar we op moeten letten. Als de gasten hier aankomen en die willen graag meevaren, dat kan natuurlijk. Je moet wel een reddingsvestje aan. Die wordt je uitgereikt door de KNRM'er die dus op de wal staat. En op het teken van hem mag je dus de steiger opgaan om aan boord te gaan. Als de gasten aan boord komen, dan gaan de kinderen die gaan op de bok. Pakken beide handen aan de beugel en de begeleiders gaan op de tube zitten. In het midden zit een handvat. Die houden ze met de ene hand vast en de andere aan de beugel. We staan in voor de veiligheid en je moet luisteren naar de skipper. De skipper bepaalt gewoon wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Dus die is de baas aan boord. Als je wilt fotograferen, dat is wel op eigen risico. Ten eerste heb je één hand vast en de andere hand aan het toestel. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Als u na deze film nog vragen heeft, stel ze aan de mensen van de KNRM. We hopen dat u een hele leuke tocht heeft. En nog even dit. De KNRM is een ongesubsidieerde organisatie die kosteloos mensen redt. Bent u al donateur? Daar zijn we dan erg blij mee. En bent u het nog niet? Word dan ook redder aan de wal.